Hi, welkom bij Leonie Link. Ik ben Leonie en ik laat jou zien hoe leuk Alf is. En vandaag neem ik je mee naar de molenviergang in Arenderveen. Wel een lekker windje, jongens. De molenviergang in Arenderveen is de enige nog werkende molengang ter wereld. En dat wil zeggen dat alle vier de molens in deze gang, dat zijn deze drie die hier staan. En dan hier staat er nog één. Alle vier die molens werken dus samen om het water in deze polder op peil te houden. Er lopen verschillende wandel- en fietsroutes door dit gebied, zodat je het ook zelf eens van dichtbij kunt bekijken. Al dat water op peil houden is natuurlijk geen gemakkelijke klus. Daar heb je een goede molenaar voor nodig en ik ben wel benieuwd hoe die te werk gaat. Iemand die ons daar alles over kan vertellen is molenaar Johan Slingerland van een van de molens van de molenviergang. Ik loop straks naar boven, naar hier de werftop. Ja. Ik maak de wiek los, touw eraf, de bliksemafgeleiderkabel eraf. Dan ga ik die molenkap een beetje draaien. Dus dat kruiwiel, want het draaien van die kap noemen we kruien. Ja. Dat kruiwiel dat komt hier straks boven het pad te staan. Ik ga aan dat wiel draaien en dan zet ik die molenkap op de wind. Ja. Mag ik voelen hoe zwaar dat is? En dan gooi je de lus om de paal zonder dat je vingers ertussen zitten. Oh ja, dat is wel een uitdaging. Ja. Deze? Ja. Oké. Okay. Nou, als je dit elke dag doet, dan hoef je echt absoluut niet naar de sportschool. En nu gaan de zijden erin. Ja. Je mag wel geen hoogtevrees hebben ook. We gaan met twee halve zeilen malen, omdat inmiddels de wind zoveel toegenomen is dat er kracht genoeg in zit. Nu trek ik de rem los. En omdat er dus wind staat, gaat de molen dus gelijk draaien. Wauw. Zie je het pijlschaal? Ja. Daar kijken we op of je moet malen. Nou, dat pijl hou ik in de gaten. En ik schat in, ook naar de weersverwachtingen die doorgegeven worden, hoeveel je uit de polder maalt. Gaaf, het gaat snel hé, moet je kijken, het gaat super snel. Wauw! Dus achter was het 5,40 meter, nou wat geeft die hier aan? 4 meter. Bijna 4,40 meter. Ja, zeg maar bijna 4,40 meter. Dus het verschil is nu precies 1 meter. Ik maal het dus 1 meter omhoog. Je ziet ook dat die pijlschalen, die tellen op naar beneden toe. Ja. Want hoe lager het water, hoe groter het verschil met zee. Onder de zon zie je die paal. Dat is NAP. Wow! Dat is het verschil met 0. Dus de zee is eigenlijk daar boven. Ja, de zee is daar boven. Dat is een gek idee. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar eigenlijk. Een molenaar is iemand die niet alleen maar de molen bedient, maar vaak ook in de molen woont. De grotere poldermolens werden in Nederland en worden in Nederland bewoond. Want daar is ruimte genoeg voor. Ja. En dat is hier dus ook zo. Dus laten we even binnenkijken. Oh, tof. Hierin zit dan mechaniek. Hierin is een houten spil. Die komt boven uit de kap vandaan. Oh, kijk, je hebt hem ook gewoon in de huiskamer. Kijk nou. Cool, dan sta je hier te koken en dan komt zo die wiek elke keer voorbij. Ja, met deze windrichting, hè? Ja, met deze windrichting. Ja, ja. Dat is natuurlijk anders. We gaan ook nog eventjes in de kap kijken, natuurlijk. En dan moeten we ongeveer net zo hoog als... Je mag doorlopen. Oh, kan ik doorlopen? Ja. Hier zijn we gewoon echt in het hart. Of in de... In de kap van de molen. Ja. Kijk, daar heb je de as waar de wieken aan zitten. Ja. Die as steekt vol met zijn kop uit de kap vandaan, daar zitten de wieken aan vast. Je ziet ze daar voorbij het raampje komen. De wind zit vandaag aan die kant, zuidwest. Dat grote wiel is om diezelfde as gemaakt. De kammen van het wiel, Je kan ze nu bijna niet meer onderscheiden omdat de snelheid wat hoger wordt. Grijpen tussen de staven van dit wiel en dan heb je dus de overbrenging van de wiekas naar die spil die we beneden ook in de huiskamer zagen. En die uiteindelijk die vijzel aandrijft. Nou Johan, heel erg bedankt voor alle informatie. Ik heb het graag gedaan. Kunnen mensen ook zelf bij jou langskomen? Ja, als ze graag de molen willen bezoeken, en dat kan ook in groepen, dan moeten ze een afspraak maken. Kan via de site van de Stichting Molenviergang. Het kan ook rechtstreeks via ons telefoonnummer. Cool, het is natuurlijk wel heel gaaf om even bij Johan binnen te kijken een keer. Wil jij weten wat je nog meer kunt beleven in Alphen? Check dan www.alphenlinkt.nl.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!